Ja. Wat wordt het vandaag? Ik weet het niet. Het kan alle kanten uit. Het kan levenslang worden als de voorzitter met zijn collega de argumentatie van de advocaat-generaal volgt. Kan een tussenvonnis komen, ja? Dat hij verder psychiatrisch onderzocht moet worden. Nou, dan zitten we weer 3 tot 4 maanden vast. En als de argumentatie van de advocaat-generaal niet gevolgd wordt, geen tussenvonnis, dan verwacht ik een lagere straf dan de 18 jaar die hij heeft. Goedemorgen. Gaat u zitten. De manier waarop de verdachte deze moord heeft uitgevoerd, heeft kenmerken van een liquidatie, zoals die in het criminele circuit pleegt plaats te vinden. Anders evenwel dan de eerste rechter oordeelde, moet de kans aanwezig worden geacht dat de verdachte opnieuw zijn eigen overtuiging zal volgen en daarbij tot het uiterste zal gaan. In het licht dan van de straffen die in Nederland voor moord begaan door een first offender plegen te worden opgelegd en rechtdoende aan de bijzondere ernst van deze moord en de verdere omstandigheden in deze zaak, komt het Hof toch niet tot een zwaardere hoofdstraf dan de eerste rechter. Voor oplegging van een lichtere straf is geen ruimte. Rinus, aanwezig bij de zitting, wat voel je ervan? Nou ja, 18 jaar heb ik dezelfde straf gekregen. Kijk, ik had gehoopt dat hij levenslang zou krijgen, maar ja, dat is er niet uitgekomen. Dus ja, ik ben de rechter niet, dus hij beslist. Okay. Maar ik moet zeggen dat de uitspraak van de rechtbank en vooral de motivatie, die is zuiver, die is goed. Alle 4 de feiten bewezen. Democratie zwaar meegerekend, de inbreuk op de democratie. Dus ik vind dit een heel sterk, heel evenwichtig, goed beargumenteerd vonnis. Heeft u een moment gehad dat het toch levenslang uit zou komen? Nou, een paar keer heb ik het heel even gedacht, maar ja, dan kwam er toch een vervolgzin en dacht ja, nee, dat kan niet.